Helikon Den Bosch is een artikel 1 school. Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Door diverse projecten het hele jaar door en voor alle leerlingen wordt discriminatie en pestgedrag bij Helikon Den Bosch effectief bestreden. En voor deze aanpak zijn ze beloond met de nominatie voor de Kieskleur in Groen Award. Wij hebben alle leerlingen laten tekenen onder artikel 1, het gelijkheidsbeginsel. Om aan te geven dat wij dat heel belangrijk vinden en dat onze leerlingen dat ook heel belangrijk vinden. Helaas komt discriminatie toch nog heel vaak voor en pestgedrag op school. Wij willen hiermee vooral uitdragen dat iedereen die anders is bij ons ook welkom is op school. En dat betekent dat niet alleen allochtonen welkom zijn bij ons op school, maar ook mensen die uit een subcultuur komen die er anders uitzien. Mensen die een beperking hebben, maar eigenlijk iedereen die anders is dan de gemiddelde Nederlander is welkom bij ons. We hebben verschillende projecten die in teken staan van artikel 1. We gaan dadelijk heel even kijken naar het Jeroen Bosch project. Maar projecten die vooral heel erg aansluiten bij dat artikel 1 zijn het Multiculti project. Een project waarin we gaan kijken hoe binnen andere cultuur omgegaan wordt met vakken die wij geven. Ja, dat was zeg maar een project om te kijken hoe ze in andere landen met dieren omgingen. En ook om te zien ja, wat wij raar vonden en niet raar. En dan gingen we ook een beetje kennis maken met rare gerechten. De link met Jeroen Bosch en het artikel 1 school is vooral dat Jeroen Bosch in zijn tijd ook niet begrepen werd. Jeroen Bosch was in zijn tijd ook anders. Als je kijkt naar groepen die anders zijn in Nederland, in de samenleving, dan was Jeroen Bosch in zijn tijd ook belangrijk. Dus we gaan eigenlijk heel eventjes terug naar de geschiedenis om te kijken van hoe werd er toen tegen anderen aangekeken. En Jeroen Bosch was eigenlijk ook een vreemde eet in de bijt in die tijd. En nou zijn we dan net de kerk binnengelopen en het is spannend en het is best wel koud en wel heel mooi. En je ziet al die beelden van Jeroen Bosch. Ik vind het wel leuker, want het museum is anders zo saai. En nou is het toch wel spannend. Ja, het is een heel grote kerk en er hangen veel van die monsterbeelden en zo. Omdat Jeroen Bosch die schilderde al heel veel. En ja. Wat vind je van die monsterbeelden? Ja, ik vind het wel grappig, want niet elke schilder schildert monsters en deze wel. Dat was wel leuk. Wij moesten een presentatie geven over onze school als artikel 1 school. Daar hebben we ons voor opgegeven. Daarin hebben wij eigenlijk heel veel verschillende projecten laten zien. Waaronder het project Zwarte Pieter project, maar ook het project Gewoon Vreemd. Ja, toen waren we naar de school naast ons gegaan. En dan gingen we dus beleven wat een blinde elke dag doet. Dus we kregen ook zo'n blinde stok en moest je zelf de weg vinden. En gingen we kijken hoe moeilijk het eigenlijk was om in een rolstoel te rijden. En ja, dat het toch wel knap van die mensen is hoe zij elke dag leven. Eigenlijk allerlei zaken bij ons op school waar het artikel 1 school in terugkomt. En door dat eigenlijk uit te leggen aan de mensen die daar naar ons kwamen kijken, hebben wij laten zien dat wij binnen onze school een heel streng antidiscriminatiebeleid hebben. En dat is gewaardeerd, dus vandaar de prijs. Kies Kleur in Groen is een project voor meer culturele diversiteit in het groene onderwijs. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website.